Ik ben Mart, ik ben 27 jaar en ik woon in Utrecht. Ik heb heel veel vrienden die ondernemers zijn. En ik was vooral heel erg benieuwd hoe zij het hoofd boven water houden en waar zij mee bezig zijn tijdens deze coronacrisis. Dus in samenwerking met de NUK ga ik checken wat mijn vrienden nu aan het doen zijn. En wat ik net zeg, hoe zij het hoofd boven water houden. De eerste van de serie is Gijs. Gijs is de eigenaar van de Kromme Haring. Ik kom ontzettend graag op die plek. Ik vind het leuke mensen. Het zijn goede vrienden van me. Dus without further ado, Gijs, take it away. Hi, ik ben Gijs, een van de twee eigenaren van beroepen De Kromme Haring, hier op de Europalaan 2C. Wij brouwen bier en zijn normaal ook een heel gezellige pub. Maar nu natuurlijk even niet. Dus ik loop op dit moment een beetje op ons iets wat lege terras. Ingeklapte tafeltjes en zo. Op dit moment, nu we er al even in zitten en wij ook veel geschakeld hebben en gisteren een persconferentie is geweest, is het minder dramatisch dan dat we aanvankelijk dachten toen we op 15 maart hoorden dat alles dicht moest en ook heel veel van onze afnemers ook dicht moesten. Heel veel geliefde horeca en de winkels op dat moment ook heel erg onzeker waren. Wat blijkt, we maken een product dat mensen in goede en in slechte tijden wel weten te waarderen. En daar zijn we heel, heel blij om. We hebben de pub is dicht, de taps zijn gesloten, is nu met groot onderhoud. We hebben een winkeltje hier geopend. Wij hebben een webshop geopend en dat loopt eigenlijk verrassend goed. En we vinden echt ook een hoop achterban hier in Utrecht die ons bier en ons als de haring wil supporten. En dat heeft ons er echt doorheen gesleept. En nu zitten we natuurlijk in een situatie dat we per 1 juni mogelijk weer wat de horeca weer wat dingen mag doen. Dus daar gaan wij, dat gaan wij nu onderzoeken. Ik wil graag mijn collega ondernemers een hart onder de riem steken. We zijn er denk ik allemaal achter gekomen wat onze goede en slechte kanten binnen ons bedrijf is. Welke creativiteit we in ons bedrijf hebben. In onze bedrijven hebben, moet ik zeggen. Natuurlijk moeten we de beste dingen, moeten we leren van de mindere dingen en moeten we de positieve aspecten zeker vasthouden. We zijn er nog niet met z'n allen. De horeca mag open, maar mondjesmaat. En natuurlijk hoop ik dat dat voor zeker de kleine cafés voldoende is. Ik wil ook graag iedereen oproepen, steun die lokale horeca, want die maakt wat Utrecht wat het is. En we willen allemaal daar op een gegeven moment weer in gezellige kleine cafés als bijvoorbeeld de Rad willen we zeker blijven zitten. En natuurlijk aan de culturele kant, onze bevriende muzikanten, maar zeker met name natuurlijk poppodia als Echo, festivals als Le Guess Who. Die zitten in een veel onzekere veld en ook daarvoor geldt, hoop ik echt dat er voldoende steun komt zodat we dit kunnen vasthouden. Want het is zo cruciaal voor Utrecht om dit soort festivals en dit soort locaties te hebben. Dus ja, hou vol. Laat je niet uit het veld slaan. En hopelijk kunnen we dan binnen afzienbare tijd weer gewoon genieten van mooi Utrecht.